Welkom bij On The Road, het autoprogramma van Skyline TV, waarin alle facetten van de autobranche aan de orde komen. Welkom bij een bijzondere aflevering van On The Road, want we hebben vandaag On The Road XL. Ja, en On The Road XL staat voor bedrijfswagens en in de volksmond noemen ze dat truck en bus. Hey, we zijn hier bij Gastenrij De Pier en zoals we eigenlijk altijd starten, starten we met de voorzitter van de dealervereniging Autoplus. Goedemorgen. Peter Maas, dames en heren. Hij is er weer. Peter, we hebben vandaag XL, dus we gaan rijden met bedrijfswagens. Nu is het in bedrijfswagenland is het een beetje, wanneer mag ik nou met mijn normale rijbewijs nog steeds in een bepaalde bus rijden? Nou, dat mag dus wanneer de bus met belading niet meer weegt als 3500 kilo. En dat wordt ook aangegeven op het kenteken, staat geprint dus het leeggewicht van de bus plus zijn laadvermogen. En Dan mag je dus tot 3500 kilo met een personenwagenrijbewijs hem gebruiken. Even wat anders, want bedrijfswagens was natuurlijk zeg maar in de jaren 80, 90 erg populair. Ook bij particulieren. Ja. Maar tegenwoordig is dat helemaal veranderd. Ja, dit is voor de particulier heel erg vervelend geworden. Die wagens die zijn nu echt alleen bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. En natuurlijk de leasemarkt, de grotere bedrijven. Maar echt bedrijven dus die ook de btw verrekenen, zeg maar. Ja. Als je particulier met zo'n auto gaat rijden, dan word je eigenlijk gestraft door Den Haag. Die zeggen van, nou, je gebruikt hem niet echt als bestelwagen, maar gedeeltelijk. Dus je gaat betalen de BPM, belasting personenauto's motorfietsen. Ja. Wat zo'n wagen dus erg duur maakt. Ook de motorrijtuigenbelasting is aanmerkelijk duurder geworden dan voorheen was met het grijs kenteken voor de particulier. Dus dat is totaal niet interessant. Maar dus even voor bedrijven heb je er wel iets aan. Maar even voor mijn beeldvorming, want een particulier kan nog wel een gebruikte bedrijfswagen kopen, toch? Ja, hij kan hem altijd kopen. Hij kan zelfs een nieuwe kopen, maar dan moet hij er rekening mee houden. Dus dat hij wel de BPM gaat betalen en een veel hogere motorrijtuigenbelasting dan voorheen. Oké, nou hartelijk dank Peter. Heel graag gedaan. Succes, hè? Ook dank met de Autoplus dealers. Voor elkaar. Wij gaan vandaag dus echt met leuke bussen rijden. En laten we maar gewoon beginnen. Ga maar mee! Ja, en dankzij Lathouwers hebben we de nieuwe Opel Combo gekregen. En ik zeg erbij, nieuwe Opel Combo, hij is net uit. En je ziet direct, het is geen combootje meer, hè? Nee, het is gewoon een echte combo, man. Hij is ruim, hij is fors. En vooral het grote raamoppervlak kun je alles duidelijk overzien. Hoe groot en hoe ruim dat hij is, dat gaan we nou zien. Want we gaan rijden. Ja, en ook in deze combo hebben we dus een USB-stick. Die zit hier keurig in. En vandaag hebben we natuurlijk Cream. Ja, Cream, de band waar Eric Clapton mee bekend is geworden. En fijne muziek om mee te rijden. Zeker in zo'n combo. Hey, kom op, we gaan. It's getting near dawn. Wat ik daarnet buiten al zei, de nieuwe Opel Combo. Wat is hier ruim, joh. Moet je kijken aan de hoofdruimte dat ik nog heb. Genoeg beenruimte. Een heel groot raamoppervlak. Dus ondanks dat het een grijs kenteken is, kun je gewoon uitstekend om je heen kijken. Grote spiegels, dat is ook altijd goed. Prima zicht naar achteren. Nee, qua zicht is de combo in ieder geval een hele goede stap in de richting zoals het zou moeten zijn. Haha. Goed, combo is ook leverbaar in een benzinemotor, een 1400 benzinemotor. Hij start met een 1300 CDTI in de diesel variant. En die loopt zomaar door tot een 2 liter diesel. En daar rijden we nu in. 135 pk. De nieuwe Opel Combo, van alle gemakken voorzien, rijdt overigens heerlijk, zo'n 135 pk, 2 liter. Maar hij is er dus al vanaf een 1300 CDT. Met 90 pk, voor de duidelijkheid. Maar kom maar eens mee, want we hebben het net over gehad, en wat is dan zo bijzonder? Nou, die ruimte, joh, is echt. Moet je kijken. Is dit prachtig? Ja.
De auto mag zelfs 1025 kilogram laadvermogen mag je hebben. En daarmee is hij uniek in zijn klasse. Overigens een leuk klein gadget. Dat is natuurlijk dat je die deur helemaal weer kunt positioneren. Zodat je je spulletjes kwijt kunt. Ja, is gewoon uitstekend. De Opel Combo. Ruim, rijdt goed, stuurt goed, zeer overzichtelijk. En, let op 2-3, hij is in diverse variaties leverbaar. Dit is de L2. Lengte 2 noemen ze dat. Hij is ook in een lengte 1. Dus niet zoveel korter. Maar dan heb je ook nog de mogelijkheid van lengte 1, hoogte 2. Dus kun je nog meer spulletjes vervoeren. Als je die lengte niet nodig hebt, kun je minder hoogte bouwen. En zoals je hem hier ziet, de lengte 2 en de hoogte 1. Dus ja, je kunt eigenlijk van alles met zo'n auto. Waarschijnlijk, en daar weet ik toevallig zeker, hij is namelijk ook als combo tour te krijgen. En dan heb je natuurlijk een soort MPV met 7 zitplaatsen. Maar goed, dit is de combo gesloten bestel L2, dus de lengte, en H1, hoogte 1. Klinkt ook goed, hè? Bam, zegt hij gewoon. Oké, de nieuwe Opel Combo. Leverbaar in benzine- en dieselmotoren. De 1300 dieselmotor, die is vanaf €9.999. XB2 uiteraard. En je kunt hem leasen vanaf €299. Hij mag ook nog 1500 kilogram trekken. 1500 kilogram. Dat is ook veel. Goed, de nieuwe Combo. De opvolger van de oude Combo. En die was al zeer succesvol. Nou, beletje. Dit is hem. De Hyundai H300. Meegekregen van Van der Heijden. En ja, je ziet meteen lekkere goede massieve koplampen. Dat is ook altijd lekker een beetje, hè, dat je zegt van dat stoer. Maar Hyundai heeft een rijke historie als het gaat om lichte bedrijfswagens. De versie waarin we nu gaan rijden is een 2.5 CRDI motor. Dus we gaan hem testen. Nou, de Hyundai H300. Nou, je merkt overigens meteen dat die motor lekker fel is. Wat voor drie, joh. Dat is niks mis mee. Nou, daarnaast uiteraard, maar dat is bijna in iedere bedrijfswagen, heb je een perfect overzicht. Weer lekkere grote spiegels. Alles is natuurlijk elektrisch. Maar, en dat is een beetje, zeg maar, de tendens in bedrijfswagenland. Zo'n bedrijfswagen is onderhand qua luxe bijna net zo luxe als een persoonauto. Maar ja, dat is natuurlijk logisch, want mensen die de auto gebruiken, de bedrijfswagen, die gebruiken hem dagelijks en die rijden er meer in dan een particulier. Maar goed, desalniettemin, hij ligt prima op de weg. Hij is zeer stabiel en natuurlijk schakelt hij heel makkelijk en heel soepel en heel direct. De auto verhoudt zich ook goed, dus wat dat betreft is er qua rijden ook niks mis mee met de Hyundai H300. Nu heb je 3 zitplaatsen, maar uiteraard ook in deze versie kun je dus een dubbele cabine krijgen. Nou, dan gaan we even kijken naar de ruimte natuurlijk. Schuifdeur, ook altijd makkelijk. Inhoud is 4,3, dus dat is uitstekend. Lekker ruim. Maar wat ook belangrijk is, is hoe hoog is nou zo'n drempel, zeg maar. Nou, de drempel, dus de hoogte, die is bij Hyundai 60 centimeter. Dus dat is uitstekend, want hè, hoe lager, hoe beter, zeg ik altijd maar. Nou, daarnaast, als je Hyundai rijdt, zo'n H300, ben je ook sociaal bezig. Haha, want als het regent en je bent op kwei, dan hoef je niet in de keten te gaan zitten. Dan zeg je gewoon tegen uw maten, nou jongens, kom op, we vatten er mij in ene. Ja, koffie dan, hè, natuurlijk. Dat helpt. De Hyundai H300, 2.5.
met 136 pk is echt een hele fijne motor. Laad vermogen is 1211 kilogram. Daarnaast is het zo, de auto is uiteraard ook te leasen vanaf €449. Nou, dan heb je een piekfijne goede bus, man. Goed, we gaan nu rijden met de nieuwe Volkswagen Transporter. Het is de 65 edition en 65 edition slaat natuurlijk op het feit dat de Transporter al 65 jaar in Nederland verkrijgbaar is. Er is overigens een Nederlander die dat heeft verzonnen, een busje, en dat was Ben Pon. Dus die heeft zeg maar de eerste contouren gemaakt voor de lijn die al heel lang nu in Nederland beschikbaar is. En we gaan rijden! De Transporter. En wat een luxe zit er al aan boord in deze auto. Hij is uitgevoerd ook met een dubbele cabine. En je hebt hier echt, ook als dubbele cabine, heb je hier echt veel ruimte. Je kunt goed zitten. Ook mensen die boven de 1,80, 1,90 zijn, kunnen hier nog zeer comfortabel in zitten. Het zijn echt goede stoelen ook. Dus het is niet zomaar een bank zoals vroeger, hè? Zeg maar in de oude Transporter. Toen had je nog echt een bank. Nee, dit zijn echt hele mooie comfortabele stoelen. Daarnaast is alles goed afgewerkt, alle luxe is ook aan boord. Denk daarbij dan aan navigatie, Bluetooth telefoonverbinding, cruise control, alles elektrisch. Nee, dat is prima afgewerkt. Je moet je voorstellen, zo'n 65 jaar geleden, maar je kent ze ongetwijfeld. He, je ziet ze ook altijd, die oude Transporters, die zie je ook altijd in filmpjes van Woodstock. He, dat je flowers in your hair, going to San Francisco. Zo hé, en dit is het dan. Wow, back in the good old days. Dit is zo'n originele prachtige Transporter van toen. Met, en let op 2-3, een radio kostte toen €350. Oei, 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 is dit geweldig, man. Moet je kijken, wat mooi allemaal afgewerkt. En een fijn groot stuurtje. Nou, hier ging je dan cruisen zo lekker naar Woodstock toe, hè. Mooie tijden, man. Het leuke van de Transporter is natuurlijk dat hij ook in verschillende lengtes te krijgen is. Lengte 1, lengte 2, hoogte 1, hoogte 2, dan heb je nog meer ruimte. Zo'n Transporter, het is eigenlijk gewoon een persoonauto, zo fijn rijdt hij ook. En een goed vermogen zit erin. En ja, de tijd die we net hebben meegemaakt, even mijmerend erover, hè, als je dat nog even voor je haalt. Maar ja, in die tijd bestond ik niet eens. Hoewel, jaren 60. Oh, nog net. Ik had alleen krullen en een luier aan. Nou, daar gaan we. Het laadvermogen. 1538 kilogram. Hij mag 2500 kilogram trekken. Hij is leverbaar in diverse dieselmotoren. Van 85 tot maar liefst 180 pk. Uitstekend. Hij rijdt goed, hij stuurt goed. Hij is ook nog leverbaar in een automaat. Joh, ik ga hem gewoon terugbrengen naar ADC, autogroep. En dan gaan we op naar de volgende. En we gaan nu rijden met de Italiaan, de Fiat Ducato, die hebben we meegekregen van Van der Dunge. Fiat, rijke historie aan bedrijfswagens. De meeste campers die rondrijden zijn Fiats. Dit is een Ducato waarin we gaan rijden. Dat is een middellengte 2, hoogte 2, veel ruimte, 115 pk Multia diesel. En we gaan met de Italiano eens eventjes cruisen. Haha!
rijdend in de Fiat Ducato. Leuk trouwens, want je zit gewoon echt helemaal goed. Veel luxe om je heen. Ook weer het bekende van Fiat, de Blue Me. Wat is Blue Me ook weer? Blue Me is een navigatiesysteem. Je kunt ermee bellen, je hebt MP3-speler erin. Dus compleet audiosysteem. En die Navigazioni van Fiat. Maar het leuke daarvan is, stel nou voor dat je meerdere bedrijfswagens hebt en verschillende chauffeurs erop zitten. Nou, dan klik je Blue Me, die haal je eraf. En die zet je zo in de andere auto. In de andere Fiat. Dat is hartstikke makkelijk. Is goed over nagedacht. Daarnaast is het zo, kun je onderling een wedstrijd houden wie het zuinigste rijdt. Want de gegevens die kun je opslaan. En dan kun je op je USB-stickje kun je hem opslaan. En vervolgens leest de computer hem uit. En weet je precies welke chauffeur het zuinigste kan rijden met deze Fiat Ducato. Het leuke aan de Ducato is, let op 2-3, je hebt lengte 1, je hebt lengte 2, je hebt lengte 3, je hebt lengte 4 en lengte 5. Dat is 6,67 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 67. Ja, dat is genoeg hè, Steve. En dan hebben we hoogte 1. Dat is 1. Dan heb je hoogte 2. En dan heb je ook nog hoogte 3. Oh, Steve, iets verder naar beneden nog. Zo ja. En dan heb je nog hoogte 3. Met andere woorden, dan hebben we echt een grote case, zoals we dat noemen, hè. Kind kan de was doen. Met onze Fiat. De Ducato, we gaan weer verder. Zo. En met een laadvermogen van 1415 kilogram doet hij echt mee hoor. De dieselmotoren van deze Ducato van 115 pk tot zelfs 180 pk. De diverse lengtes, de diverse hoogtes. Hij is vanaf €18.250 en je mag er 2500 kilogram mee trekken. De Fiat Ducato, hele fijne, comfortabele en dat is belangrijk. Zeker in deze tijd, hij is multifunctioneel, want je kunt er echt alles mee vervoeren. Zo, na een heerlijke aspergesoep hier bij Gastrijden Pier, gaan wij rijden met de Peugeot Partner. 1600 motor, diesel, 90 pk en we gaan hem eens aan de tand voelen. In deze Peugeot Partner zitten we zeer comfortabel. Natuurlijk zijn de motoren al lang en breed bekend bij Peugeot. Gewoon fijne, soepele motoren. Genoeg power, want zo'n 90 pk is meer dan voldoende voor zo'n uitvoering. Het grappige is, as we speak, zal binnenkort de vernieuwde versie in de showroom staan. Nou, wat is er dan anders? De koplampen zullen net iets anders zijn. De grill, ze hebben volgens mij ook nog een ander logo, als ik mij niet vergis. Maar in ieder geval, in grote lijnen zal hij op bepaalde dingetjes wel verbeterd zijn. Deze versie is overigens ook zeer compleet. Natuurlijk heb je airco aan boord, elektrische ramen, centrale portierverrending op afstandsbediening. Ja, gewoon een hele complete auto. En wat ik daar straks al zei bij de aankondiging. Hij is natuurlijk ook als personenauto te krijgen, in een benzineuitvoering natuurlijk ook nog. Wat eigenlijk nooit helemaal uitgelicht wordt in zo'n rijimpressie, maar het zit er wel op en het is ook heel handig. Dat is de centrale portierverrendeling. Die gaat automatisch gaan je portier op slot als je gaat rijden met de Peugeot. Het voordeel daarvan is dat op het moment dat je bij een stoplicht staat te wachten, dat je niet bang hoeft te zijn als je kostbare spulletjes in je auto hebt liggen, dat ze zomaar de schuivendeur kunnen opentrekken. Eén druk op de knop en de portieren zijn wel open. En dat is natuurlijk toch handig.
Zo, deze 90 pk partner doet zijn werk uitstekend. Want stel nou voor dat je zeg maar hout gaat halen. Stel, dan hebben we hier toevallig een houtzagerij. Alleen daar kunnen we geen hout meer halen, maar het is wel nostalgie. Dat is wel leuk. Dus stel nou voor dat ik hout ga halen. Kom eens kijken, want het is wel allemaal handig bij de partner. Je doet de deur open. Je ziet dat de hoogte slechts 53 centimeter is. Dus veel rugklachten ga je niet krijgen. En 3,3 kubieke meter is het volume. Overigens laadvermogen is 645 kilogram. Uiteraard is de partner ook nog in een lengte 2 verkrijgbaar. Dus dan heb je nog meer ruimte. Dankzij Auto Nabuurs, want die was zo aardig om ons deze auto mee te geven. De Peugeot Partner. Leverbaar in benzine en in diesel. 75 tot 90 pk. Hij zal te leasen vanaf €375. Het is een comfortabele, handelbare auto. En de nieuwe versie staat zo goed als nu in de showroom bij de dealers. Peugeot Partner, een echte partner in business. Nu gaan we rijden met de Ford Transit. Die hebben we meegekregen van Ford van Berkel. En Transit is natuurlijk al jarenlang een hele bekende bedrijfswagen in Nederland. Maar de Transit, wat direct opvalt, is namelijk, hij is vierkant natuurlijk ook echt. En dan zul je tegen mij zeggen, ja, hoezo zijn die anderen nou niet? Nou, die lopen een beetje ronder af, hè, de andere bestelauto's. Maar deze bedrijfswagen is vierkant. En dan zie je ook gelijk het voordeel. Je hebt gewoon erg veel ruimte in deze Transit. Nou, dit is een first edition, limited uitvoering, dus we gaan hem rijden. Deze Ford Transit uitvoering is voorzien van navigatie. Dat zit in dat first edition pakket. Ziet er hartstikke goed uit. Je hebt audio die je erop kunt aansluiten. Hij heeft erg veel opbergvakjes. Hier voor mijn neus. Daar zit dan ook nog de 12 volts aansluiting. Dit is een tafeltje. Daar kun je je koffie in kwijt. Hier heb je nog een opbergvak. Hartstikke goed. Daarnaast is het zo dat je telefoon, die kun je erop aansluiten. Uiteraard heeft de auto ook cruise control. Het zit allemaal weer lekker dicht bij elkaar. Het stuur ligt goed in de hand. Het is ook voorzien van leer. Het is een ledig stuurwiel, schakelt goed, remt direct en je hebt gewoon ruimte. Overigens, maar dat gaan we dadelijk nog even checken, hij heeft ook een handige achteruitrijcamera en die zit boven in het dak. Zoals ik daar straks al heb verteld, heeft Ford de achteruitrijcamera. Het is natuurlijk heel handig gepositioneerd hier. Je kunt het heel duidelijk overzien. En ik zie precies dat ik nu goed sta. Vier verschillende lengtes. Bij Ford is dat een S, een M, een L en een EL. Lijken wel kledingmaten. Daarnaast heb je in hoogtes ook drie verschillende hoogtes. De hoogte van de tildrempel, van de laadvloer, zo moet ik het natuurlijk zeggen, is 53 centimeter. En daarnaast is het zo dat de inhoud, het volume, is 4,3 kubieke meter. En zo'n achteruitrijcamera, dat is natuurlijk gewoon super fijn. De Ford Transit, zeer fijne auto om in te rijden. Hij is comfortabel, hij is ruim. Hij is leverbaar in diverse lengtes, heb ik zojuist al uitgelegd. Vanaf €14.295. Daarnaast heeft hij een laadvermogen van 973 kilogram. Hij mag 3000 kilogram trekken. Dus onze Stefan die hoeft niet op dieet. En voor de verre rest kunnen we voor €399 leasen. Nou, dit was de Ford Transit. Nou, dit was On The Road XL.
de speciale versie van On The Road. In het najaar zijn we overigens weer terug met een XL-uitvoering. Wilt u nog kans maken op een navigatiesysteem? Volg ons dan ook op Twitter, @ontheroadtv. En wie weet bent u in juni de gelukkige van een prachtig navigatiesysteem. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken. En ik ga naar San Francisco. Hey!